Het ging mis op de Hapertseweg in Duizel. Na het ongeluk blijft Bart Jansen gewond achter. De andere automobilist gaat er te voet vandoor. De politie zoekt onder meer met speurhonden, maar ze kunnen hem niet vinden. Als rechercheurs het kenteken natrekken, komen ze uit bij een inwoonster van Duizel. De vrouw wordt opgepakt en verhoord. Toch denkt de politie niet dat zij op het moment van het ongeluk in de auto zat. Nou ja, we hebben daar ook mensen gesproken die praten over het feit dat er een man weg is gelopen bij de plaats van de aanrijding. We hebben natuurlijk inmiddels ook met de tenamengestelde gesproken. Dat alles bij elkaar doet ons vermoeden dat een man de bestuurder is geweest. De politie weet na het verhoor met de vrouw wie de gevluchte bestuurder is. Ze roepen hem in een telefoontje op om zich te komen melden bij het bureau. De man van 33, zonder vaste verblijfplaats, doet dat ook. Dat hij direct na het ongeluk is gevlucht, heeft gevolgen voor het onderzoek. Iemand die hoort volgens de wet daar te blijven als hij betrokken is bij een ongeval. Op het moment dat wij iemand pas uren later of misschien zelfs dagen later alsnog een bloedproef of een ademanalyse afnemen, geeft dat natuurlijk een zeer vertekend beeld ten opzichte van hoe de situatie was toen de aanrijding plaatsvond. De man zit nog vast, de eigenaresse van de auto is inmiddels vrij.